denk dat die regering geloof gebruikt als middel van onderdrukking. Dus ik vind het ook mooi dat je zegt dat dat niet is wat de islam is. Nee. Maar zij hebben het wel, nou ja, ik wil niet zeggen slim, maar ze hebben het wel misbruikt. Ja. Je wordt niet als mens gezien als je vrouw bent. Nee. Hoi en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Spot On. Stel je voor dat je wordt opgepakt omdat je hoofddoek niet goed zit en tijdens de arrestatie komt te overlijden. Het gebeurde de 22-jarige Mahsa Amini uit Iran afgelopen september. Vrouwen gingen massaal de straat op en knipten hun haar uit protest. Zo ook Niloufar. Zij deelde haar TikTok-video en kreeg bijna 160.000 likes. Vandaag vertelt ze aan ons waarom het zo belangrijk is om je hierover uit te spreken en wat dit met haar heeft gedaan. Hi Niloufar, hey, welkom. Hallo, dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, het ziet er echt lekker uit, hè? Nou, ja, tot toe, je hebt een TikTok-video geplaatst en daarbij knip je je haar af. En ik vraag me eigenlijk af, waarom jij je haar hebt afgeknipt? Ja, ik heb mijn haar afgeknipt puur uit solidariteit en ook uit rouw voor Mahsa Amini. Ja. Dat zij natuurlijk is vermoord door de overheid van Iran, omdat ze haar hoofddoek niet goed had gedragen. En het is een eeuwenoude traditie om dan je haar af te knippen in Iran. Om te laten zien dat je aan het rouwen bent. Oh, oh dus dat is echt een supermooie, ja. Supermooie betekenis zit daar ja, achter. Klopt. Ja, klopt. Nou ja, je kan het in ieder geval ook gewoon echt heel mooi hebben. Het staat je echt supergoed. Maar je zegt dus Iran. Wat is jouw link met Iran? Nou, mijn ouders die, zijn gevlucht hier naartoe als politieke vluchtelingen. En toen kreeg ze mij. Ja. Dus ja, mijn roots liggen daar gewoon. Ja. En mijn familie komt daar vandaan. Maar ik kan daar helaas niet heen. Nee. Nee, en dat komt dus onder andere door de situatie nu in Iran. Ja, zeker. Ja. Omdat mijn ouders ook gevlucht zijn. En omdat ik zing. Oh ja. En dat mag daar ook niet. Dat mag daar ook nu niet. Nee. Nee. En mijn moeder heeft ook boeken geschreven. Dat mag ook niet als vrouw. Oh wow. Dus wij kunnen daar absoluut niet naar terug. Zeg maar. En jouw ouders zijn dus gevlucht omdat zij dan werden ze dan achtervolgd door wat zij deden daar? Ja, de vader van mijn moeder die is gemarteld ook door de overheid. Omdat, zo. Ja. Wow. Omdat hij zijn werknemers moest verraden. Aan de overheid om te zeggen. Of ze wel gingen bidden, of ze zich wel aan de regels hielden. En als ze dat niet deden, dan moest hij ze verraden. Maar dat deed hij niet. En toen werd hij gemarteld ook. Oh dus... ja, een soort van gedwongen om het toch te doen. Ja, maar mijn opa heeft dat nooit gedaan. Oh. En toen is hij ook overleden. Dus ja, mijn moeder die dacht van, oké, hier zit geen toekomst in. Ik moet vluchten als ik een toekomst wil. Ja, dus... ook omdat zij dus boeken schreef, zei je net. Ja, die heeft ze wel later geschreven. Oké, niet daar in Iran. Ja, nee, dat niet. Oké. Ja, maar als vrouw is het sowieso moeilijk om daar echt een leven op te bouwen. Ja, precies. Vooral nu we zien wat er allemaal aan de hand is. Ja, en dat is er natuurlijk al 43 jaar. Ja, dus ja, dat is niet echt iets nieuws. Nee, precies. En andere familieleden, heb je daar nog familie wonen? Ja, ik heb daar wel nog familie wonen, maar heel veel zijn ook al gevlucht. Ja? Ja, ik heb echt familie over de hele wereld. Amerika, Noorwegen, wow. Zweden, Duitsland. Ja, is iedereen een beetje verdeeld. Ja, iedereen is gewoon weg daar. Ja, en om dezelfde redenen dan ook? Zeker. Oh, ja, zeker. Dat is echt is wel heel heftig. Ja, klopt. Ja. Maar jij deelde dus een video over dat je haar hebt geknipt. Ja. En jouw moeder reageerde daar best wel emotioneel op. Laten we even naar de video kijken. Yes. Ik ga nu de reactie filmen van mijn moeder. Het is echt een shock. Ja. Shit. Maar. Kom show. Ja. Ik heb een Mahsa. Amini. Vooraan zit die moeder. Nico. Goed hem zijn. Goed hem zijn, Nico. Maakt het je emotioneel? Ja, ik heb het nu al heel vaak gezien, dus nu niet meer. Maar mij wel. Blijft, ik krijg mijn tranen. Oh. Ja. Hoe zat het met de andere familieleden? Waren zij dan, hoe reageerden zij daarop? Familieleden die ik wel nog spreek, die hier in het buitenland zijn, die waren heel trots. En die zeiden ook van, wauw, echt... Ja, ze hadden niet verwacht dat ik zo erg zou meeleven met de situatie nu in Iran.
omdat ik daar niet ben geboren. Mm-hmm. Dus ja, ze zagen me altijd een beetje als, ja, verwesterd, omdat ik mm-hmm. hier ben geboren. Mm-hmm. Maar ja, ze vonden het wel mooi om te zien dat ik zo met ze meeleef. Ja, en waarom raakte dit dan jou? Want je zegt net, ik ben daar niet geboren, maar het heeft je natuurlijk wel geraakt en daarom heb je het ook gedaan. Klopt, inderdaad, want het komt wel dichtbij, omdat zij ook 22 was. En ik heb een besef, dat had ik zelf kunnen zijn. Ja. Als ik daar nog was gebleven, of als mijn moeder me niet hier naartoe had gehaald, dan ja, had ik dat zo kunnen zijn. Ja, precies. Mahsa is dus opgepakt omdat zij een hoofddoek moest dragen. Ja. Nou ben ik zelf ook islamitisch mm-hmm. en zoals je ziet, ik draag geen hoofddoek. Mm-hmm. Ik weet dat in de islam dat er geen verplichtingen zijn en dat onderdrukking er niet bij hoort. Maar wat vind je ervan dat het in Iran wel gebeurt? Vind je dat dat toch bij het geloof hoort? Nee, ik vind het vreselijk. Ik denk dat die regering geloof gebruikt als middel van onderdrukking. Dus ik vind het ook mooi dat je zegt dat dat niet is wat de islam is. Nee. Maar zij hebben het wel, nou ja, ik wil niet zeggen slim, maar ze hebben het wel misbruikt. Ja. Je wordt niet als mens gezien als je vrouw bent. Nee, het lijkt me wel heel heftig. Ja, klopt. Ja, want we zien nu dan ook dat de politie, de zedenpolitie eigenlijk, veel meer mensen oppakt. Ja. Omdat zij volgens hun regels, de regels niet voldoen. Wat vind je daarvan? Ja, vreselijk. Maar dat is ook niet echt iets nieuws. Dat is altijd al zo geweest. Ja? Ja, mijn hele familie. Iedereen die ik ken, die daar woont of heeft gewoond, die is wel of aangevallen of aangerand. Aangerand? Ja, wow. Ja, meegenomen, gearresteerd. Ja. Alleen omdat ze iets droegen wat dus niet mocht. Of hun leggings hadden strak. Of, ja. Wow. Want je hebt daar nu nog steeds familie wonen. Ja. Hoe is dat dan voor hen? Ja, het is niet echt fijn om daar te wonen. Nee, vooral ze dan mijn nichtjes niet. Jawel, maar dat kan ook niet zomaar natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Dus ze leven eigenlijk in angst dan? Ja, ja, vaak wel. Ik vind het ook wel moeilijk om het over hun te hebben. Omdat ik hun ook niet in gevaar wil brengen daarmee. Oh, want dat kan dus gevaarlijk voor hun zijn. Ja. Dus heb je dan iets van spionnen die dat hier controleren en dan daar melden? Ja, wow, dat vind ik wel echt super heftig eigenlijk. Ja, het is echt afschuwelijk natuurlijk om te weten dat jouw land zo in vuur en vlam staat en dat ze geen vrijheid hebben vooral. Ja. En ook nu het internet is afgesloten, dat ze ook ze kunnen niks uitbrengen naar de wereld. Dus alles blijft in dat land zelf, wat het nog gevaarlijker maakt. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat er ook over gesproken blijft worden. Ja, want ik zag dus ook een video van jou nog, dat je dan deelde van dat je je dood van binnen voelt. Ja. Ja, voelt dat dan ook echt zo voor jou? Ja, omdat natuurlijk ben ik nu in een vrij land, maar ik voel me nog steeds niet volledig vrij, omdat mijn broers en zussen zijn niet vrij. Nee. Dus ik voel me dan ook niet vrij. Zelfs in het buitenland, zelfs hier ben je eigenlijk ook niet 100% vrij. Nee, precies. Omdat hier ook... Hoe voelt dat dan voor jou, maar ook voor je moeder bijvoorbeeld? Ja, dat is moeilijk, maar we zijn er aan de andere kant ook weer aan gewend. Hoe erg dat ook is om aan zoiets te moeten wennen. Ja, dan leef je meestal wel in angst, denk ik. Klopt. Ja. Ja, maar er is niks wat je daaraan kan doen. En ik wil ook niet stoppen met zingen. Nee. Ik wil ook niet stoppen met te zijn wie ik ben. Nee. En ik heb juist de vrijheid gekregen van mijn moeder hier in Nederland. En het zou zonde zijn als ik dat niet zou gebruiken voor wie ik wil zijn. Maakt zij zich wel eens zorgen dan om jou, denk je? Ik denk het niet. Mijn moeder is echt een sterke vrouw. Ja. En die zou eigenlijk ook alles op het spel zetten voor vrijheid. Dus... Wow, dat is wel echt een sterke vrouw. Ja. Ja, dat is wel heel mooi. Zou je dan zelf nog wel een keer terug naar Iran willen? Heel graag. Om te kijken waar mijn roots liggen, waar mijn ouders zijn opgegroeid. En je familie ontmoeten, denk ik dan ook, inderdaad. Toch? Ja, inderdaad. Ja, ook. Ja. Ja. En ook om te zien waar mijn ouders zijn opgegroeid en de verhalen die ik dan altijd hoor, of van mijn oma bijvoorbeeld, van dit is dan de tuin en dit is dan hoe het eruit ziet. Ja, waar je ouders zijn opgegroeid en zo. Ja, dat is wel inderdaad heel mooi om te zien. Nou, je zegt dus net dat dat dit gebeuren nu al 43 jaar, als ik het goed zeg, in Iran is. Waarom leidt het eigenlijk nu tot zoveel ophef en protest? Ja, ik denk dat het nu naar buiten is gekomen dat dit is gebeurd. En dat veel mensen het niet vinden kunnen. Mm-hmm. Maar daarvoor werd het altijd zo snel mogelijk tegengehouden en binnengehouden in dat land. Waardoor het niet echt naar buiten kwam. En als het naar buiten kwam, dan werd het heel snel al gesust, zeg maar, door de overheid. Door het internet uit te schakelen. Waardoor het niet meer verder kon. Mm-hmm. Want er zijn nu ook protesten hier in Nederland aan de gang. Ik zag al dat jij in Den Haag daaraan meedeed. En je noemde het ook iets als vrouwenrevolutie? Ja, zeker. Ja, want dit is de revolutie die door vrouwen is gestart. Mm-hmm. En ik denk dat het ook heel anders maakt op dit moment. Dat het echt een revolutie is die vrouwen doen. Ja, en denk je dat Mahsa daarvoor heeft gezorgd? Dus zeker. Dat ze niet voor niks dood is gegaan? Nee, sowieso. Zij is echt het symbool geworden voor vrouwenrechten en vrouwen
vrijheid. Nou, die protesten gaan natuurlijk ook door op social media. Zo heb jij dus ook jouw haren afgeknipt en velen met jou. Wat hoop je te bereiken met het afknippen van je haar? Ja, ik deed het meer ook om bewustzijn te creëren dat dit gaande is. En ik vind het een mooi gebaar ook dat andere mensen het doen. En ook ministers. Maar... Ja, want minister Dilan Yüksekdag heeft ook haar haren afgeknipt. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind het natuurlijk een mooi gebaar. Ik deed het meer uit pijn en verdriet en rouw voor mijn mensen. En uit solidariteit voor de vrouwen die in protest zijn in Iran. Omdat ik ze heel dapper vind en met ze meeleef. En ik vind het ook een mooi gebaar dat andere mensen dat doen. En nu ook de minister inderdaad. Maar ik hoop wel dat er ook echt verandering komt. Want zij hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid. En zij kunnen echt verandering brengen in Precies. de samenleving. Ja. Dus ik hoop ook dat zij bepaalde sancties inbrengen. Waardoor het echt tot verandering gaat leiden en niet alleen bij een gebaar blijft. Precies, dus niet alleen in de media, maar dat er ook echt daadwerkelijk wat gebeurt. Ja, ja. Precies. En hoe zie je dat dan voor je? Denk je dat de Nederlandse media daar genoeg aandacht aan geeft nu? Ik denk op dit moment, ja. Ik zie wel meer en zeker een verschil. Want er zijn vaker protesten geweest in Iran, maar die hebben nooit zoveel aandacht gekregen. En nu op dit moment zie ik wel veel aandacht in de media, dus daar ben ik wel blij mee. Maar ik hoop ook echt dat er verandering komt. Ja, en wat zie je dan precies qua verandering voor je? Dat de overheid zich er meer mee bezighoudt en het ook betrekt in een debat. En dat ze het er echt meer over hebben, over wat zij kunnen betekenen voor de Iraanse community daar en voor de vrijheid van de vrouwen. Ja, en denk je dat het enige invloed zal hebben? Dat het enige verandering... Ja, zeker. Want ja? De overheid, ook al is dit in het buitenland en niet in Iran... Ja. Als het voor druk kan zorgen op de overheid daar... dan heeft dat ook effect op hun in Iran. Ja, denk het ook. Hoe zie je dat dan voor je? Wat is dan de ideale Iran voor jou? 43 jaar geleden... Toen de islamitische revolutie dus nog niet was gekomen in Iran, toen was het land nog vrij. Toen kon iedereen gewoon geloven in wat hij wilde geloven, dragen wat hij wilde, zeggen wat hij wilde. En ik hoop dat we gewoon terug kunnen naar dat, naar vrijheid. Ja. Ja, dat iedereen mag kiezen wat hij wil doen. Ja, en het eerste wat je dan doet is terug naar Iran, denk ik? Ja, als het kan. Ja. Ja, dan wel. Ja? Ja, ja, lijkt me wel echt mooi als afsluiten voor jezelf ook. Ja, precies. Ja. Ik heb ook het gevoel alsof ik niet kan rusten voordat ik daar ben geweest. Ja? En je ouders, denk je dat ze ook terug zouden willen? Ja, mijn moeder heeft natuurlijk een andere geschiedenis met Iran. Omdat ze, haar vader is gemarteld, haar neven zijn geëxecuteerd ook. Ja. Oh, wow. Ja. Wow. Ja. Oh, dat is echt heel heftig. Inderdaad. Dus ik weet niet hoe het zit met haar trauma's die ze daar heeft meegemaakt. Nee, denk je dat ze het eng vindt dan om terug te gaan? Ja, ik denk wel dat het heel veel pijn ook met zich meebrengt voor haar. Dus ik weet niet of zij dat... kan en wil. Vindt ze dan wel oké dat jij die plannen hebt? Ja, ja, ze laat me altijd wel vrij in wat ik wil doen. En ze zei ook tegen me, als jij dat wil doen, dan moet je dat zeker doen. Oh, dat is wel echt heel mooi. Ja. Niloufar, jij zingt, je bent artiest. Gebruik je de protesten dan ook voor jouw muziek? Ja, ik heb inderdaad wel proberen een stem te zijn voor de mensen die nu geen stem hebben in Iran. Ook door het protestlied te zingen, Bella Ciao, in het Persisch, bij onder andere Jinek. En er is ook een liedje, Baraye, geschreven en geproduceerd door Sherwin. Die is ook opgepakt in Iran en gearresteerd. Omdat hij dat heeft gezongen? Ja, inderdaad. En het is ook illegaal om dat lied nu te zingen. Wow. Dus ja, ik zing dat lied dan ook. Ja. Ben je dan bang dat het hetzelfde jou overkomt? Ja, die angst is er wel. Natuurlijk niet exact hetzelfde, omdat het daar wel veel heftiger is. Mm-hmm. Maar toch blijft die angst wel hier van wat als ze er toch achter komen, wat als ze... Ja, ze kunnen natuurlijk van alles doen, mm-hmm. ook vanuit het buitenland. Maar toch doe ik het wel en kies ik ervoor om wel nog steeds mijn stem te laten horen, omdat dat echt nodig is. Want als niemand zijn stem laat horen, komt er ook geen verandering. Ik ben ontzettend benieuwd naar het liedje wat je hebt gezongen. Kan je misschien een stukje voor ons zingen vandaag? Ja, tuurlijk. Ik zal even de tekst erbij pakken. برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای این هوای آلوده برای ولی عصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای این بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکرار
برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزادی آزادی برای آزادی آزادی. Wat wordt er eigenlijk precies gezongen? Want ik begrijp het niet. Ja, daarin wordt beschreven wat de pijnen zijn van de Iraniërs in Iran. Alle kleine dingen en waarvoor hij het zingt, Sherwin. Dus voor bijvoorbeeld het zingen op straat, het dansen op straat, het handje vasthouden op straat. Want dat mag allemaal alles niet. Voor honden die worden doodgeschoten omdat ze verbannen zijn in Iran. Oh. Ja, voor alle dingen die eigenlijk niet mogen, waarvoor hij het zingt. Is dat ook wat jou emotioneel maakt? Ja. De liedjes die je hebt gezongen, die heb je natuurlijk ook gedeeld op social media. Wat zijn de reacties die je daarop hebt gekregen? Ja, ik heb wel mooie reacties gekregen. Heel veel mensen die zeggen dankjewel dat je onze stem bent. Oh. Maar ja, ik zie het meer als een plicht, eerlijk gezegd. Ja, voor waarom? Mensen daar. Omdat als Iranier vind ik dat je dit hoort te doen voor je land. Nou, ik vind het wel heel moeilijk, want je bent natuurlijk wel een van de weinigen die dat dan doet. Maar je ziet het wel als plicht. Ja, ik vind dat jammer dat ik dat zo weinig zie. Ik snap het wel, omdat het natuurlijk ook gaat om veiligheid. Maar er zijn ook heel veel influencers, ook Iraanse influencers, die hun stem niet optimaal gebruiken. En dat vind ik zonde van het platform die je hebt. Ja. Omdat je zoveel kan bereiken met zo'n groot platform. Ja. En wat kunnen wij dan doen als wij jouw video? Want ik kan me voorstellen dat de kijkers thuis nu wel geraakt zijn door dit verhaal. En zelf ook wat wilden doen. Wat kunnen wij voor jullie betekenen? Vooral het in de media blijven brengen. Dus wat we nu doen, dat vind ik al heel mooi. En er komt ook aandacht voor dat onderwerp. Dat is gewoon heel belangrijk. Blijven delen wat er gebeurt in Iran, omdat ze daar geen internet hebben. Dus we moeten die beelden die we zien blijven delen. En als er meer bewustzijn gecreëerd wordt, dan weten mensen wat er gaande is. En als je weet wat er gaande is, dan ben je eigenlijk een soort van medeplichtig, vind ik. Ja, dan kan je niet meer stil zijn. Nee, dan kan je niet meer wegkijken daarvan. En ook niet dat het over 2-3 weken vergeten wordt. Ja. Precies. Niloufar, onwijs bedankt dat je vandaag bent geweest en je verhaal hebt gedaan. Ik vind je echt onwijs moedig en je hebt het zo mooi uitgelegd ook. Ja, super bedankt dat ik er mocht zijn en ook dat jullie aandacht geven aan dit onderwerp. Tuurlijk, daar zijn we voor. Jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Heb je nog een vraag voor Niloufar? Stel die gerust in de comments onder de video. We gaan ook nog even door in de Facebookgroep. Dus klik daar natuurlijk ook even verder naar. En dan zie ik je weer de volgende keer in een nieuwe video. Doei doei!